Dit is het TV West nieuws van woensdag 14 mei. Met daarin man met levensgevaarlijk MERS-virus in het Haags Westeinde. Blikseminslag in Haagse wijk Loosduinen. En heel veel komkommers voor deze leerlingen. Dag dames en heren. In het ziekenhuis MCH Westeinde in Den Haag is een man opgenomen die besmet is met het levensgevaarlijke MERS-coronavirus. Het is de eerste Nederlander die besmet is geraakt. De man liep het virus op tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië. Bij het Westeinde ziekenhuis staat onze verslaggever Rob Vlastuin. Rob, wat is er tot nu toe bekend? De patiënt is gisteren hier in het ziekenhuis opgenomen en wordt op een van de etages verpleegd in isolatie. De man is op bezoek geweest in Saoedi-Arabië en heeft daar het virus opgelopen. En volgens een verklaring van het ziekenhuis, die niet voor de microfoon en voor de camera wil reageren, is dat zijn situatie op dit moment in ieder geval stabiel is. Het is ook zo dat de mensen met wie hij in aanraking is gekomen de afgelopen periode sinds zijn terugkomst, die worden nu in kaart gebracht om ook te monitoren of zij niet mogelijk het virus hebben opgelopen. En om ook op die manier proberen te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden. Wat is er bekend over dit MERS-virus? Ja, sinds de uitbraak van het MERS-virus in 2012 zijn er tot nu toe 147 mensen wereldwijd overleden aan het virus. En het virus is overdraagbaar van mens tot mens, maar alleen bij zeer intensief contact. Waar kan je het aan herkennen? Dat is aan koorts, aan hoesten, aan ademhalingsproblemen en aan kortademigheid. En het virus is afkomstig van de dromedaris. Er is nog geen vaccin en dat baart de Wereldgezondheidsorganisatie daarom ook behoorlijk veel zorgen. Maar ze willen nog niet praten over een noodsituatie. Dankjewel Rob. Kijk voor meer informatie op onze site www.omroepwest.nl. Tientallen woningen aan de binnentuinen in de Haagse wijk Loosduinen hebben vanmorgen schade opgelopen door blikseminslag. De bliksem sloeg in bij een schoorsteen in de straat. De schrik zit er bij de bewoners van de binnentuinen en aanliggende straten goed in. Vanochtend sloeg het weer opeens om en begon het te onweren en bliksemen, met grote gevolgen. Ik stond in de keuken aardappels te schillen en de verwarmingsmonteur was bij mij bezig. Die vloog naar beneden, want hij sloeg in mijn ketel. Dus die jongen die zat ook stijf boven. Ik zat in mijn kamer bij het raam en toen zag ik een bliksemschicht in de boom slaan. En dan zag je zo vuurbal naar beneden vallen en die ketste zo daar, zo in de schoorsteen was het. De schoorsteen van Toos Vils, op toeval of niet, nummer 13. En toen kwam hier mijn open haard uit en ik sta hier vlak naast. En er kwam een rookwolk, nou dat wil je niet weten, maar ik was bang dat er brand was. En dus ik ben naar buiten gerend en hulp geroepen, maar niemand kon bellen. Alles was plat, alles, er was niks meer te zien. Het was vreselijk. Voor hetzelfde geld gaat hij door en dan sta ik hier niet meer, leg ik hier als een hoopje stof. Vreselijk. Veel mensen aan de binnentuinen en ook enkele bewoners van omliggende straten hebben als gevolg van de blikseminslag schade opgelopen. En de kijk buiten voor de deur, daar had ik hem nog niet eens in de gaten. Naar de andere pas in de gaten dat hij schade had. Stukken van het dak zijn op uw auto terechtgekomen? Ja, tegen de zijkant. TV is kapot in de woonkamer. Daar doet de internet niet meer. Bij ons doet internet niet meer. Alles is caduuc, zeg maar. Er zijn mensen die kapotte koffiestandapparaten en koelkasten en zo hebben. Mijn computer is helemaal kapot. Er zijn uit de stopcontacten kwam vuur. Dus het was niet leuk. Hoe groot de schade precies is, is nog onduidelijk. In Delft is bij opgravingen de oudste telescoop van Nederland gevonden. Het apparaat is een technologisch hoogstandje uit de eerste helft van de 17e eeuw. Archeologen vonden de telescoop bij de bouw van de spoortunnel. Het object wordt een pronkstuk in Museum Prinsenhof in Delft. Wie tijdens het WK voetbal flink over de schreef gaat in Den Haag, zit de rest van het toernooi achter de tralies. Daarvoor waarschuwt de Haagse burgemeester Van Aartsen. Bij eerdere WK's en EK's voetbal waren er vaak rellen rond het Jongbloedplein in Laakkwartier. Die werden volgens Van Aartsen veroorzaakt door relschoppers van buitenaf die uit zijn op een confrontatie met de politie.
De man die gisteren met een sandwichbord op Den Haag Centraal stond, in de hoop op een baan, heeft meer dan 200 mails gekregen. En hij heeft zicht op 2 gesprekken. De man heeft de laatste jaren meer dan 400 sollicitaties verstuurd, maar dat leverde niks op. Daarom bedacht hij een ludieke actie om zijn cv onder de aandacht te brengen. Ze zijn nog maar net van de schrik bekomen. Zo'n 20 bewoners van de Haagse Slegelstraat. Afgelopen nacht moesten ze hals over kop hun huis uit vanwege een brand in een portiekwoning op de tweede verdieping. Ontdaan. Het is niet de eerste keer dat we dit zoiets meemaakten. Dus in het verleden hebben we het ook gehad. Het is 4:30 als er brand uitbreekt. De meeste bewoners liggen te slapen. Ik werd wakker en het stonk heel erg. En ik dacht van, nou ja goed, ik ga eerst even kijken wat er aan de hand is. Toen zag ik rook aan de achterkant. En naar buiten gerend. En ik zag wel enige rook en ik heb de rest van de familie ook, leden ook naar buiten gestuurd, zeg maar. U heeft kinderen, begrijp ik? Kind, een vrouw en huisdieren. In de tussentijd dat ik naar buiten ging, waren de meeste buren al naar buiten. Dus de politie was er best wel was snel bij en de brandweer ook. Iedereen werd ook goed onderzocht en we mochten mee naar Laak. Iedereen wordt opgevangen in politiebureau Laakkwartier. Niemand raakt gewond. De oorzaak van de brand lijkt al snel duidelijk. Bij de brand is een hennepkwekerij ontdekt. 10 woningen zijn ontruimd. Heeft u daar iets van gemerkt, dat er een hennepkwekerij zat? We hebben er niks van gemerkt. En wel een van onze buren. Ik vind het jammer dat ze niet eerder heeft gereageerd erop. Anders had het dit niet eens aan de orde geweest. Dat wist ik helemaal niet. Ik ben wel een beetje, ik vind het vervelend. Of boos over. Ik bedoel, dat kan toch niet. Wie woonde daar? Geen idee. Daar had ik eigenlijk geen contact mee. De portiekwoning waar het vuur is ontstaan brandt helemaal uit. Verder valt het gelukkig mee. Ik denk 6:30 konden wij, mochten wij terug. Ik heb waterschade en ja, de huis ruikt een beetje niet zoals het hoort te ruiken, zeg maar. Ja, ruikt naar wiet. Het had erger kunnen zijn, denk ik. De politie doet onderzoek naar de eigenaar van de hennepkwekerij. Ontvoerd in Nigeria. Dat overkwam 3 Nederlanders vorige week. Zij waren snel weer vrij, maar niet iedereen heeft zoveel geluk. De vader van Joy en Vivian Omoroui uit Den Haag is al ruim een maand spoorloos in Nigeria. De 2 vrouwen hebben de helft van het geëiste losgeld betaald. Maar sindsdien hebben ze niks meer gehoord van hun vader of van zijn ontvoerders. Ruben Omoroui werd ontvoerd in de buurt van Benin City, waar hij woont, in het zuiden van Nigeria. Zijn dochters in Nederland hoorden dat op 12 april. Ze moesten 5 miljoen naira, ruim 22.000 euro, betalen voor zijn vrijlating. 2 weken geleden hebben ze de helft betaald, bij elkaar gelegd door vrienden en familie. Meer is niet gelukt. En sindsdien is het stil. Tot op dit moment, wij hebben niets gehoord van de meesten. En de meesten hebben mijn vader nog niet vrijgelaten. Wie haar vader vasthoudt en waarom juist hij is ontvoerd, weet Vivian niet. De zussen begrijpen wel dat de Nederlandse overheid niets voor hun vader kan doen. Hij is tenslotte Nigeriaan. Maar ze hopen op hulp van bijvoorbeeld het Rode Kruis. Ook voor hun jongste broer in Nigeria, die sinds kort wordt bedreigd dat ook hij zal worden ontvoerd als de rest van het geld niet komt. Hij is bang, hij kon niet thuis slapen, nee. En de zorgen over haar vader worden bij Vivian elke dag groter. In this case, I don't know if my father is still alive or dead. And I'm scared. Nog een nachtje slapen en dan is het zover. Dan start de 4e etappe van de Olympiatour in Zoetermeer. De etappe strekt zich uit over ruim 150 kilometer en de finish ligt in Rijswijk. De burgemeesters van beide steden reden voor ons alvast de route. Dit is waar de jonge renners in de Olympiatour ooit hopen te rijden. De Tour de France, het grootste wielerpodium ter wereld. Oh, snel! De afgelopen jaren zijn al heel wat renners na de Olympiatour doorgestroomd naar een echte profploeg. En misschien is dat dit jaar ook wel zo. Zo hebben we de afgelopen 2 jaar Dylan van Baarle als winnaar gehad. Die is overgestapt, mede door zijn prestaties in de Olympia's Tour, naar de Garmin-ploeg. En heeft afgelopen zaterdag ook zijn debuut gemaakt bij de Giro Italia. Dat is natuurlijk niet verkeerd. 3, 2, 1. De burgemeesters Abtroot en Bezuijen verkenden alvast de route voor van de week. Maar zitten zij vaker op de fiets? Ik doe zelfs alles op de fiets als het enigszins kan. Het ligt ook een beetje aan het weer natuurlijk. Maar meestal probeer ik alles op de fiets te doen. En ik ben zelf ook een vervent wielrenner. Ik ben nu ruim 1,5 jaar burgemeester van Zoetermeer. En ik zei al langer van, ik zou toch eigenlijk moeten fietsen die paar kilometer van huis naar het stadhuis. Waar ik normaal de auto pak. Dus gisteren ben ik voor het eerst gaan fietsen en dat is zo goed bevallen. Dus vandaag is al de 2e dag. Dus het gaat echt hard vooruit bij mij. De 4e etappe van de Olympia Tour start in Zoetermeer en loopt via Krimpen aan de IJssel en Woerden langs Zoetermeer naar Rijswijk.
Of burgemeester Abtroot ooit zijn debuut gaat maken in de Giro d'Italia is nog maar de vraag. Maar de route is in elk geval verkend. Burgemeester Abtroot, van harte welkom, gemeente Rijswijk. Collega Bezuijen, dank u wel. Wat moet een geweldige tocht geweest zijn. Hoe voelt u zich op dit moment? Nou, zo meer 100 zoveel kilometer is wel vermoeiend. Maar het begon geweldig in Zoetermeer en het eindigt ook enorm goed in het schitterende Rijswijk. Ja, wat dat betreft kunnen we trots zijn dat we in Haaglanden dit soort prachtige wielertochten kunnen organiseren. Ja. En dat is natuurlijk niet alles, want we gaan natuurlijk u ook feliciteren met de bloemen. En kijk eens, nou, ik zeg je proost. En ja. Op een prachtige wielertocht volgende week in het mooie Haaglanden als we beginnen in Zoetermeer en we eindigen in Rijswijk. Het startschot voor de Olympiatour wordt morgen om 12 uur gegeven op de markt in Zoetermeer. Camerajournalist Erik Kooijman van Omroep West heeft de Stan Storiemansprijs 2014 gewonnen. Kooijman wint de prijs voor onder meer zijn camerawerk in de documentaire Als iedereen verdacht is. Macht en onmacht van de politie in de Schilderswijk. Dit is Den Haag, de Schilderswijk. Je kunt er niet omheen. De wijk ligt tegen het centrum aangeplakt. Volgens de jury maakte Erik Kooijman prachtige beelden en dat gecombineerd met goed geluid en treffend commentaar. Zo zette hij een goed beeld neer van een van de moeilijkste wijken van Nederland, de Schilderswijk. Ik wil wat verder kijken dan alleen maar van joh, ik jaag een boef, ik heb hem en hij gaat de gevangenis in. Weet je, ik kijk naar de schade op lange termijn. Voor zijn werk krijgt Erik Kooijman de prijs voor beste cameraman, de Stan Storiemansprijs 2014. Nou, het is wel spannend, want je zit daar op zo'n stoeltje en dan komen die filmpjes voorbij. Maar je glijdt ook tegelijkertijd weer terug in die tijd dat je aan het draaien was. En het was eigenlijk een hele spannende, maar mooie tijd om in die Schilderswijk te gaan. Dan stapte ik weer die auto uit met mijn camera op mijn rug en ging wandelen. Het voelt heel goed. Ja, ik moet er even aan wennen, al die camera's die nu op mij gericht staan. De Stan Storiemansprijs is in het leven geroepen na de dood van cameraman Stan Storiemans. Hij kwam om het leven tijdens het maken van een reportage over oorlogsgeweld in Georgië. Wat doe je als je school 25 jaar bestaat? Koekhappen, dachten ze in Gouda, maar dat is niet zo gezond. En daarom werd het komkommerhappen op de Goudse basisschool Goejan Verwelle. Met het doel om het wereldrecord te verbreken. 3, 2, 1, leerlingen van de Goudse basisschool Goejan Verwelle en hun ouders proberen het wereldrecord koekhappen te verbeteren. Ze doen dat echter niet met koek, maar met gezonde komkommers. Om het record te verbreken moeten minimaal 1400 mensen tegelijkertijd komkommer happen. We hebben ons uiterste best gedaan om er een wereldrecord van te maken. Dat is jammer genoeg net niet gelukt. Maar het nationale record hebben we wel flink verbeterd. En nou, ik zou bijna zeggen van elke school in Nederland probeer ons uit te dagen. Het nationaal record staat nu op 953 komkommerhappers. Het voelt als een troostprijs, want de deelnemers hadden stiekem wel op een wereldrecord gerekend. Ze zeiden wel van dat we waarschijnlijk wel 1500 zouden krijgen, maar nou, blijkbaar dus niet. Ja, helaas. Maar het Nederlands record wel, het nationale record. Als we het nou op goudse schaal aanpakken, dus niet alleen hier in Goverwelle bij de school, maar echt wat goudser maken, zouden we dat wereldrecord natuurlijk makkelijk kunnen halen. En dan misschien in het midden van de stad, rondom het stadhuis, en daar te kijken of we wel dat wereldrecord ook toch nog even hier in Gouda binnen kunnen halen. Het zijn zware weken voor middelbare scholieren die hun eindexamens doen. Omroep West volgt bekende regiogenoten die vertellen over hun examentijd. Vandaag ontmoeten we Miss Zuid-Holland 2011, Sushma Palatsing. Oh wauw, mijn middelbare school. Had ik mijn Sherpa eigenlijk aan moeten doen. Lijkt dat op mij? Mijn eindexamenperiode was een zware periode. Ik vond het heel lastig. Ik had wel heel veel geleerd. Ik ben Hindoestaans, dus goede cijfers halen is heel erg belangrijk. Heel veel snoepen in tussentijd. Ja, ik vond dat toch wel dat helpt op een of andere manier als je aan het snoepen bent en aan het leren. Oh wauw, ze zijn bezig met de eindexamen. Dit brengt wel herinneringen terug. Ja, de stress, de slapeloze nachten, het gevoel van ik moet het halen, anders worden mijn ouders boos. De oude schoolbanken. Ik had geen enkel onvoldoende en in één keer geslaagd. Dus I was over the moon. Mijn sterkste vak was, wonderbaarlijk was dat, geschiedenis.
En mijn zwakste vak was wiskunde. Wiskunde? Oh nee, echt? Jezus, ook nog eens. Een foto van 15 bij 10 centimeter bevat 3,72 miljoen pixels. Bereken welke resolutie gekozen is. Dus 15 keer 10. Dat was deze. Is. Ik kan het niet eens meer uitspreken. Wiskunde heeft me heel erg goed geholpen met het berekenen van kansberekening of ik de misverkiezing zou winnen of niet. Dat is heel belangrijk. Een volwassene neemt om 9 uur 1 tablet van 500 milligram in. Laat met een berekening zien dat na 1 uur ongeveer 492 milligram paracetamol in het bloed is opgenomen. Geen idee. Ik ga voor mijn hulp, Lijn. Meneer, kunt u mij helpen met het oplossen van een wiskundevraag? Nou, we hadden hier 8 milligram. Dus op de plek waar nu P staat, dan zul je die 8 milligram moeten invullen. Was dat hem? Dus zo simpel. Dus het antwoord is 480. Er moet helaas 492 uitkomen. Oh, oeps. Ik blijf toch wel mis, denk ik. Ja, afronden, niet afronden. Okay, prima. En dan het weer. Vandaag verzorgt er Meteogroep. Het zag er vandaag al een stuk beter uit dan de afgelopen dagen. Toch trokken vanochtend nog een aantal stevige onweersbuien vanaf de Noordzee over. Vanmiddag werd het op de meeste plaatsen droog en begon de lucht blauw te kleuren. Ook de komende dagen is het prachtig lenteweer. En de temperaturen gaan ook nog eens omhoog. Vanavond en vannacht is het droog met een paar wolkenvelden. Het is de volle maan. Aan zee waait er nog een matige noordelijke wind. Daardoor wordt het langs de kust niet kouder dan een graad of 8. Landinwaarts is er veel minder wind. Tijdens opklaringen kan het afkoelen naar 5 graden. Aan de grond wordt het nog iets kouder. Morgen de eerste van een hele reeks mooie droge voorjaarsdagen met in de ochtend nog wat wolkenvelden. 'S Middags vrij spel voor de zon. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind en de temperaturen komen al wat hoger uit dan vandaag. Het wordt 14 graden in het westen en 16 graden in het oosten van de regio. En ook de komende dagen is het prachtig lenteweer. Met veel zon, ook op vrijdag, maar ook in het weekend en waarschijnlijk ook begin volgende week is het echt op en top lenteweer. Op vrijdag waait er een zwakke tot matige noordwestelijke wind en de temperatuur komt door de invloed van de zon al wat hoger. Het wordt van 17 tot 18 graden. In het weekend zien we op veel plaatsen twintigers en ook zondag en maandag is het warm met temperaturen van 22 of 23 graden. Tot zover het TV West nieuws van woensdag 14 mei. Meer nieuws vindt u op onze apps, onze site omroepwest.nl en natuurlijk op de radio via 89.3 FM. Zometeen kunt u kijken naar de West Safari. Ik wens u een hele mooie avond.